Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb hier een Cubinho, even kijken, Flush 2 relay. En deze had ik geïnstalleerd in mijn badkamer voor de verlichting. Alleen van de week deed hij het opeens niet meer. En ik kreeg hem ook niet aan de praat met de app. En de schakelaar die erop zat, die deed het ook niet. Dus ik wou hem eventjes gaan nakijken. Ik denk, misschien vind je het wel leuk om te zien hoe ik dat doe. Dus dat ga ik nu laten zien. Ik heb hier dus de Cubinho en ik heb hier ook een aansluitsnoer, gewoon een stekker. Die ga ik eventjes aansluiten op de Cubinho, zodat ik straks kan gaan meten. Ik heb het aansluitsnoer eventjes op de Cubinho aangesloten, dus ik ga nu spanning erop zetten. En nu heb ik hier een multimeter, dit is een wat geavanceerde multimeter. Deze heb ik hier aan mijn werk, ik ben elektricien. Dus ik gebruik hem vaker. Maar met een simpele multimeter kan je dit ook doen. Je zet hem op voltage wisselspanning. En dan kan je gaan meten. Dus nu gaan we eerst kijken of ik gewoon stroom heb. Nou, ik geef hier 230,6 volt aan. Dus dat is goed. Ga ik eventjes kijken. Of ik op de andere contacten ook spanning heb. Kijk op dit contact. En dat is op I2. Daar heb ik spanning op staan. Dus die is doorverbonden. En op I1 ook. Oké, dan gaan we verder kijken. Haal ik de spanning er even af. En sluit ik de schakelaar aan. Nou, ik heb de schakelaar aangesloten. Dus ik ga weer spanning erop zetten. En dan gaan we weer meten. Even kijken. Ik ga even kijken of ik gewoon spanning heb. Ik heb 230 volt. Daar heb ik ook volt. Die doet het gewoon. Ga ik even kijken. Hier 230 volt. En nu heb ik niks meer. Dus die schakelaar die werkt gewoon. Moet ik even de draadjes veranderen. Want. Even kijken. Nou, die doet niks. Oké. Maar ja, ga ik even de draadjes veranderen. En dan. Kunnen we weer verder met testen. Ik heb hem nu aangesloten op Q2, dus we gaan eventjes meten. Ik zet mijn zwarte pen die zet ik op de 0 en mijn rode pen die zet ik op Q2, dat is dit contactje. En zoals je ziet meet hij nou 230 volt en als ik ga schakelen dan zie je dat het voltage wegvalt en is nog maar 4, zoveel volt. Dat betekent dat het reletje die schakelt gewoon. Dan heeft hij weer 230. Dus hij doet het gewoon. Dan kan ik ook even op Q1 meten. Dan krijg ik daar ook spanning als ik schakel. Zoals je ziet blijft hij gewoon 2 volt. En dan schakelt hij alleen Q2. Dus dit contactje doet het gewoon. Dit kan je natuurlijk ook doen bij Q1. Dan sluit je even het schakeldraad aan op Q1. En dan meet je die ook nog een keer. En doet die het ook. Krijgt hij ook gewoon 230 volt. Dan is het reletje gewoon nog goed. Dus kan je hem gewoon weer installeren. En dan kan het zijn dat Homey hem niet kan bedienen. Dus dat hij geen bereik heeft of dat soort dingetjes. Maar voor nu ga ik hem gewoon weer terug installeren. Want hij doet het gewoon. En ga ik even uitzoeken waarom die niet wil reageren op Homey. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar hij doet het weer. Ik kan hem weer uitzetten en weer aanzetten. De Homey app doet het ook, die heb ik net geprobeerd. Dus dat is mooi, kan ik hem weer gaan afwerken. En dan is dat probleem ook weer verholpen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.